Deze week in Nieuwsronde. Award voor RTV Rondevenen DJ Joris Klokkers. Basisschoolkinderen lopen voor water. NL doet in de regio. En 11 raadsleden vertrekken. RTV Rondevenen DJ Joris Klokkers heeft zondag 23 maart voor zijn radioprogramma bij RTV Rondevenen met Joris Jouw Weekend in de Yo Media Award in de categorie Jong Radiotalent gewonnen. Heel veel kleine meisjes werden behoorlijk blij, want deze man die stond in de Hama in Amsterdam. Yo Media is naar eigen zeggen het online videoplatform gemaakt door jongeren uit heel Nederland en Vlaanderen. Voor de inmiddels 5e maal reikte Yo Media zondag de Yo Awards in de categorieën beste website door jongeren, beste website door volwassenen, beste video door jongeren en jong radiotalent uit. De 15-jarige Joris maakt iedere week op vrijdagavond tussen 7 en 9 zijn radioshow met Joris Jouw Weekend in. Een beker gewoon als een soort symbool. En het is wel leuk dat later kwamen die presentatoren naar me toe. En die hadden een beetje dingen van, nou dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ik was met twee andere jongens, in totaal dus met z'n drieën. En ze zeggen, ja, je had 49% van de stemmen en er is nog nooit zoveel stemmen uitgebracht in een categorie. Dus dat geeft me wel weer aan hoe populair radio onder jongeren is. Nou ja, eind 2007, toen begon een station weer in Groot Amsterdam. Nou, vroeger was dat een soort piraatzender, hè. In die tijd had je alleen Hilversum 1, 2 en 3. Heel saai voor de jongeren. En er zat mijn vader vroeger bij. Toen kwam het weer terug. En het werd eigenlijk de oude garde weer opgetrommeld. En ik kwam daar mee en het was echt een slaapkamerstudiootje. En ik was verkocht en sindsdien ben ik al bezig met radio. En toen om mijn 13e begonnen met een eigen internetzender. Die later uit de lucht werd gehaald door John de Mol. Waardoor ik bij RTV Rondevenen kon beginnen. Ja. Met een eigen internet radiostation, dat heette JFK FM. Heel simpel, gewoon mijn initialen, Joris Felix Klokkers. En wat bleek nou, dat John de Mol al in 1997, dus überhaupt een jaar eerder dan dat ik geboren was, ja. De merken JFK en JFK Radio voor mediagebruik heeft vastgelegd. En daar maakte dan ik inbreuken op, al dus de advocaat van John de Mol. De geldsommen van als ik niet zou stoppen, 10.000 euro's. Ja. Toen is eigenlijk de media gegaan, het is echt heel snel verspreid via Twitter. En nou, door al die media-aandacht kreeg ik een soort goedmakertje bij 538. Ik mocht daar komen voor een DJ-clinic. Toen heb ik daarna heel bijna gezegd van ja, hartstikke leukste clinic, maar ik ben nog niet op zender. Ja, ja toen hadden ze dan van oké, is goed, hij blijft een beetje. Toen mocht ik een uurtje meedraaien en kreeg ik gewoon zoveel positieve reacties op. Waaronder dus ook hier bij RTV Rondevenen. Ja. Door ze zeiden van nou ja, je kan beginnen. Vorige week deden vrijwilligers in de Rondevenen mee aan de nationale actie NL Doet. Dit is NL Doet op de Twistvlietschool. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn de muur aan het schilderen binnen en buiten hebben we de tuin aangepakt. Dat is allemaal gesnoeiwerk en onderhoudswerk van schoffelen van planten, onkruid verwijderen en dergelijke. Dus om de school weer een fris uitstraling te geven. En dat is aardig gelukt. Ja. Veel medewerkers? We hebben ontzettend veel medewerkers. Mijn hele team is er, plus heel veel vrijwilligers die vanuit de ouders en vanuit NL Doet gekomen zijn om assistentie te verlenen. Jullie zijn er blij mee? Wij zijn er ontzettend blij mee. En we gaan volgend jaar zeker weer met het project verder. Nou, dat is hard werken, hè? En leuk werken. Ja. Ja, nee, hard werken, dat valt wel mee, hoor. Als je met z'n allen doet, dan is het leuk. Waar zijn we? De mannen doen het zware werk, hè? Ja, ja. Ja. Waar zijn wij? We zijn bij de ankerplaats. Dat is een paar containers op terrein van Argon. Die wij hebben kunnen plaatsen. En daarin hebben we dus een prachtige huiskamer. Maar goed, hier wordt in ieder geval hard gewerkt. Ja, waarom? Want we zien het wel. Het is wel nodig, hè? Ja, die zijkant die was ons een beetje ontgaan. En dat werd gezien als... daar moeten we nodig wat aan doen. Ja, ja. Daar. Lukt het allemaal vandaag? Want het is een groot stuk werken met drie mensen. Nee, ik denk dat er een vervolg op komt, ja. Maar er zijn genoeg zaterdagen in het jaar, toch? Dus dat komt wel goed. Ja. Fijn dat het gedaan wordt weer door vrijwilligers. Heel erg. Goed werk. Ja, ja, geweldig. Dank je wel. Oké, graag gedaan.
Ja, in Vinkeveen is water. In Vinkeveen is ook de kanovereniging. Ja, zeker. Wij zitten hier op de Herenweg. En we zijn druk bezig om vandaag met NL Doet een nieuw afdakje te maken voor onze kanokar. En verder zijn we het terrein lekker aan het schoonmaken en opknappen. En allerlei klusjes die gedaan moeten worden. Genoeg mensen? Ja, zeker. Er zijn een heleboel mensen ook voor bezig in de tuin. En de jeugd van de polo heeft vanmorgen om 9 uur getraind. En daarna hebben ze geholpen, dus dat is ook heel fijn. Het is een leuke dag, wel koud, maar goed, af en toe een buitje. Het gaat toch wel goed hier, hè? Ja, zeker. Ik denk dat het gisteren erger was. En ja, we zijn natuurlijk ook wel gewend aan een beetje kou zo vroeg in het seizoen. Maar... En aan water. Ja, veel water. Ja, we zitten hier prachtig, dus daar genieten we van. Ja, ja. Dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. Ruim 380 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Vinkeveen en Wilnis hebben vorige woensdag ervaren hoe het is om 6 kilometer te lopen met 6 liter water op je rug. 6 kilometer is dezelfde afstand die leeftijdsgenootjes in de ontwikkelingslanden gemiddeld moeten lopen om drinkwater te halen. De leerlingen lieten zich sponsoren door vrienden, familie en bekenden om geld op te halen voor water- en sanitair voorzieningen in Wajir. Burgemeester Maarten Dievendal gaf het startschot in de boei. Onderweg waren er activiteiten van onder andere NME-centrum De Woudreus en de brandweer. Landelijk liepen 33.000 kinderen van 570 scholen mee met de actie. Nou, ik hoor één nee zeggen, maar de rest heeft er allemaal zin in. We staan nu in Mariekeland, vlakbij Wilnis, bij het busstation. En we zijn bezig met wandelen voor water. Dat is een landelijke actie. Voor kinderen. Kinderen lopen dan met een rugzakje met 6 liter water erin, dus heel zwaar. En dat doen ze om eens te voelen hoe het is in bijvoorbeeld Afrika. Als kinderen daar wonen, die hebben helemaal geen kraan waar zomaar schoon water uitkomt. Dus die kinderen moeten elke dag een heel stuk lopen met water. En op hun rug of op hun hoofd. Dus dat voelen de kinderen hier. En nou, ik hoorde net heel leuk zeggen, ja, zij lopen 6 kilometer met water. Maar in Afrika lopen ze natuurlijk de helft zonder water. Dan hebben ze het rugzakje niet zo vol. Maar het is voor de kinderen nu duidelijk hoe dat voelt. En in het kader van deze actie hebben de kinderen op school ook een les gehad over water. Dus over wanneer er schoon water is en hoe belangrijk dat voor je is. En ook over hoe dat dan is in Kenia. De kinderen hebben geld opgehaald bij hun familie, ouders, oma's, buren. En dat geld dat gaat naar een doel in Afrika. Ik ben van de Rotary Club Vinkeveen op Koude. En wij sponsoren een project in Kenia. En dat geld wat de kinderen hier dus ophalen, dat is bestemd voor, dat heet dan sanitatie in een, met een moeilijk woord. Maar dat betekent schoon drinkwater met putten. Dus het aanleggen van putten die door de bewoners zelf goed kunnen worden onderhouden. En speciale toiletten. Het is heel belangrijk dat meisjes in Kenia... En ook elders natuurlijk. Maar dat meisjes in Kenia naar een goed toilet kunnen. Want anders gaan ze gewoon niet naar school. En dat is een belemmering om naar school te gaan. Dus dat hebben de kinderen in een gastles. Die door mensen van Rotary, Vinkeveen op Koude en Dr. Groeneveld uit Wilnis gegeven is. Ja, en dan zien de kinderen toch weer eens een hele andere wereld. En ze lopen door een prachtig natuurgebied, Mariekeland. Moet het dan natuurlijk ook lekker schoon houden. Maar dit is een natuurgebied in ontwikkeling. En wij hopen dat er over een paar jaar heel veel mensen genieten van de natuur. Ja. Nee. Er is in heel Nederland 1,3 miljoen euro opgehaald. Dus dat is een fenomenaal bedrag. Hoeveel deze sponsorloop van Apkoude en Vinkeveen heeft opgebracht, dat weten we nog niet precies. Dat krijgen we Apkoude, Wilnis en Vinkeveen. Ja, ik verspreek me. Wilnis en Vinkeveen. We hopen het volgend jaar overigens in Apkoude en Baanbrugge te doen. Maar wij schatten dat wat de kinderen in Vinkeveen en Wilnis hebben opgebracht toch wel tegen de 10.000 euro zal zijn. Daar gaan we een beetje van uit. Dat is een erg mooi bedrag. En dat hele bedrag dat gaat naar het goede doel. En er zijn wat kosten aan verbonden en die worden gesponsord door de Rotary Club. En verder sponsoren natuurlijk een heleboel mensen en organisaties die meedoen. De Jumbo deelt iets leuks uit. Nou, u ziet het, de brandweer staat hier met een leuk waterkanon.
De scholen hebben ontzettend enthousiast meegewerkt. Docenten, vrijwilligers die meelopen. Dus er zijn heel veel mensen die we zouden moeten bedanken voor deze bijdrage. Wat wou ik nou nog zeggen? Ja, volgend jaar hopen wij dit dus in Apkoude en Baanbrugge met de scholen te doen. Helemaal voor herhaling vatbaar. Als je ziet hoe enthousiast de kinderen zijn. Als je ook zag hoe enthousiast ze net met de warming-up hebben staan acteren. Hartstikke goed. Ja, heel erg leuk. Wij willen het graag weer herhalen. Het is heel erg zwaar en het is ook echt moeilijk met die zware tas om de rug. Maar wel voor het goede doel, hè? Ja. Voelt het goed om iets voor het goede doel te doen? Ja. We hadden €937,05. Bij de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad zijn er 11 raadsleden die vertrekken. Tijdens een bijzondere raadsvergadering afgelopen week is er afscheid genomen van deze raadsleden. De burgemeester richtte aan ieder een persoonlijk woordje om vervolgens een bloemetje en een luchtfoto op canvas te overhandigen. In de loop van de week ziet u interviews met deze raadsleden op tv. Dit was Nieuwsronde. Ook een onderwerp onder de aandacht brengen? Mail ons op info@rondevenen.nl.